Ik ben trouwens vergeten de was uit de droger te halen. Hé, wat stom. Doe mij er trouwens aan denken dat er veel stomme dingen zijn. Stomme dingen waar we vanaf moeten. Het is tijd voor... Precies. En nou is het afgelopen. Vandaag is het afgelopen met van die hele vieze, vatsige, dikke reclames voor junkfood. He, voor friet, frisdrank, snoep, burgers, patat, kipknotsen, berenklauwen, bami-rotondes of hoe die shit tegenwoordig ook allemaal heet. Want die reclames zijn overal. He, je kunt nergens meer lopen. Als je nog kunt lopen. Of je ziet reclame voor vet eten. Je ziet het bij de bushalte, op billboards, bij voetbalwedstrijden, op wc's. Om je eraan te herinneren wat je op dat moment staat uit te kotsen. Maar ook op internet. En op tv word je er ook bij doodgegooid. Sluit jullie ogen. Voor je het weet zijn ze groot. Ja, op deze manier wel, ja, McDonald's. Echt overal wordt ongezond eten gepromoot. Die vetmestbedrijven die proppen heel Nederland vol met reclame. Hier, bijna 80% van alle advertenties voor voedsel promoot ongezond eten. Check ook hoeveel geld ze eraan uitgeven. Sinds 2018, ja, dan zie je dat voor ongezond voedsel zo'n 4,2 miljard is uitgegeven. Ja. En voor gezond voedsel is dat zo'n 640 miljoen. Halleluja, wat een gigantisch verschil. Wat een gigantisch verschil, inderdaad. Er worden dus miljarden gepompt in het promoten van allemaal troep. Waarom staan we dit in godsnaam toe? Heel Nederland slipt dicht. Hier, het aantal Nederlanders met overgewicht blijft stijgen. De helft van alle volwassenen is tegenwoordig te zwaar. De helft! He, dat is Nederland tegenwoordig. Huisje, boompje, buikje. En tuurlijk, overgewicht kan meerdere oorzaken hebben, zoals genetische aanleg, stress of medicijnen. Of mensen kunnen niet slapen, gaan dan 's nachts naar de keuken, worden zwanger en komen dan aan. Kan allemaal meespelen. Maar vaak komt het ook door te veel en te ongezond eten. En als je eenmaal overgewicht hebt, heb je meer kans op hart- en vaatziektes en ook op 13 soorten kanker. En niet de leuke soorten, want die zijn er niet! En oké, misschien ben jij wel heel liberaal, hè? Ben je van de VVD en zeg jij, ja, vrije keuze, hè? Laat die mensen lekker de kanker krijgen als ze dat willen. Tuurlijk, tuurlijk. Maar dan heb ik ook nog iets dat je misschien wel belangrijk vindt. Het kost geld. Overgewicht is namelijk heel erg duur. Hier, bij elkaar kost het Nederland 79 miljard euro per jaar. Vooral doordat mensen met overgewicht vaker ziek zijn. Hoe dan ook, we moeten snel kappen met te veel ongezonde shit eten. Maar in plaats daarvan wordt het aangemoedigd met reclames. En heel influencer Nederland doet er ook mee. Bram Krikke die maakt reclame voor cola. Monika Geuze voor hamburgers. Max Verstappen voor diabetesdrank. Lieke Martens voor chips en cola. En Raymond van Barneveld was jarenlang het gezicht van de Febo. Ieder pontje gaat door het Raymondje. Dit is trouwens mijn favoriete post uit die tijd. Raymond met een kroket en de tekst... Febo verdient meer respect. Met twee uitroeptekens. En dan denk je ook meteen, wat is dit onethisch? En echt, iedereen doet mee. Hè? Deze Rotterdamse volkszanger zit tegenwoordig in de kip. Nee joh, Lee. Ik ben Lee. Dag. Werk ik bij KFC. Ja. Om mee te mogen doen aan deze reclame moet je naam rijmen op KFC. En, ja, en Wim de Bie die kwam niet opdagen, dus ja, dan... En zelfs de koninklijke familie maakt reclame voor ongezond eten. Hier, een samenwerking van gravin Eloïse met Magnum. En dan denk je, hoe komen die twee bij elkaar? Nou, Eloïse en Magnum vonden elkaar in de wil om ons in te zetten voor een wereld waarin iedereen zonder vooroordelen zichzelf kan zijn. Wacht even, een momentje. Nee, het gaat wel weer. Nee, gaat nog steeds niet. Nee, wat? Ja, gaat wel, dankjewel. Dan denk je, maakt het nou echt zoveel uit, al die reclames? Mensen vreten toch wel waar ze zelf zin in hebben. Ja, maar waar ze zin in hebben, wordt beïnvloed door reclames. Dat is het hele idee. Deze expert die legt het uit. Ja, ons eetgedrag gaat vooral onbewust. Wat wij als individu doen, wordt heel erg ingegeven door datgene wat we zien, horen, voelen uit onze omgeving. Precies.
is gewoon zo. Zo werkt het. Mensen gaan hun omgeving naapen. Dat is gewoon... Het is zelfs zo erg, vreetreclames kunnen een fysieke reactie opwekken. Hier, luister maar. Je hebt de psychologische effecten, dus dat je er meer aan gaat denken. En daarnaast heb je nog de fysiologische reacties. Je maakt een speeksel aan. En natuurlijk wordt de maag. Die gaat zich al klaarmaken om het eten te gaan verwerken. De maag gaat zich klaarmaken voor het eten? Ja, attentie, we gaan even ruimte maken. Zou iedereen zich zo langzamerhand richting het darmkanaal willen begeven? Er komt een McFlurry aan! Zo werkt het. Dus door die stortvloed aan reclames zit heel Nederland de hele dag aan ongezond eten te denken. Zelfs op school. De directeur op deze middelbare school in Overveen kreeg er genoeg van toen hij een bezorger tegenkwam op de gang. Die kwam een hamburger brengen en was op zoek naar lokaal 11. Ik wil liever geen bezorgers bij mij op school rondlopen. Nee, dat snap ik. Want dit loopt uit de hand. Nog even, je hebt op school een snacktas waar leerlingen hun fastfood in moeten doen. Jeffrey, ook je kaassoufflé. In de tas. In de tas. En het is niet alleen op scholen. In heel Nederland heerst een soort junkfoodcultuur. En er staat nog net geen kroket op ons paspoort. Wel een burgerservice nummer zit ik te denken. Ongezond eten is overal. Kijk, heel YouTube staat vol met dit soort domme filmpjes. Vandaag ga ik zo'n ontzettend toffe challenge doen. Ik ga namelijk 24 uur lang alleen maar snoep eten. Kun je leven van alleen maar hamburgers? Wij gaan vandaag 10.000 calorieën eten. Ik ga vandaag heel het McDonald's menu bestellen. Let's go. Vandaag doe ik een eetwedstrijd met het hele McDonald's menu. Hele menu van de KFC. Alles eten bij de Febo. We gaan alles bestellen. Heb jij daar een beetje zin in? Heerlijk, kliekouwen. Boom. Ja, we zijn een trots en nobel volk. Maar toch even, dit ga je toch ook niet doen met sigaretten? Zo van, kijk eens kinderen, ik heb hier 15 sloffen Lucky Strike... en die ga ik in 24 uur proberen op te roken. Lekker schoorstenen, boom! Nee. De marketingmachine van junkfoodbedrijven heeft zo goed gewerkt... dat ongezond eten helemaal is ingeburgerd in onze cultuur. Niemand kan zich nog verweren. Ja, oké. Er zijn in Nederland nog 2 mensen bestand tegen de druk van de junkfoodreclames. Ja, maar jullie letten zelf toch stiekem wel een beetje op met wat je eet? Dat je ja, niet te dik ja, wordt? Zeker. Ja, zeker. Hoe doen jullie dat? Ja, met het jointje, ja. Goed plan. Niet doen, kinderen. Klinkt als een waterdicht plan. Oké. Maar mijn waterdichte plan is dus om te stoppen met die fucking junkfoodreclames. Want het is al zo moeilijk om die shit niet te eten. Het is precies zo gemaakt dat je er geen weerstand aan kunt bieden. Dus daar hoef je niet ook nog reclame voor te maken. Echt, kap met al die vretende BN'ers op internet en bushokjes en darters... die zeggen dat je respect moet hebben voor de Febo. En natuurlijk, mensen gaan niet opeens allemaal broccoli vreten als je Bram Krikke opsluit. Maar het is wel een goede eerste stap. Ik zeg, laten we het obeesje bij de naam noemen. Oprotten met die junkfoodreclames en tot zover. Gefeliciteerd, je hebt het filmpje helemaal uitgekeken! Ah, ik weet het zeker, jij bent klaar voor de volgende stap. Jij bent toe aan hele uitzendingen op NPO Start. Ik weet zeker dat je dat kan, ik geloof in je. Zet hem op, kom op, NPO Start.